Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe limited editie testen, namelijk de Sparkle of Joy collectie van Catrice. Die ligt op dit moment in de winkels en dat is echt een kerstcollectie. Ik ga in deze video wat meer informatie geven over deze collectie en we gaan samen de producten testen die ik heb gekocht. Om te kijken of het de moeite waard is om eventueel naar de winkel te gaan voor deze collectie. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten en of ze bevallen, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, wat zegt Catrice zelf over hun collectie? Catrice wil eigenlijk mooie momenten voor de dagen met kerstmis creëren met de Sparkle of Joy collectie. Ze zouden je ogen laten sprankelen, je wangen laten glanzen en je lippen en nagels laten stralen. Ze zouden alles bieden eigenlijk voor een feestelijke look. De verpakkingen zijn ook buitengewoon, want ze zijn echt wel heel erg feestelijk, moet ik ook zeggen. En ja, dat is eigenlijk wat Catrice erover wil zeggen. Nou, we krijgen 4 kleurtjes nagellak. Catrice zegt hier zelf over, het zijn winternagels die je hiermee kunt creëren. Ze zouden een hoge dekking hebben. En ze zijn ook perfecte cadeautjes voor tijdens de koude dagen. Ze zouden een feestelijk kerstmisdesign hebben die een magisch moment creëert. Ze hebben best wel een praktisch formaat gekregen, waardoor je ze dus ook in een DIY kerstkalender of adventkalender zou kunnen stoppen. De prijzen trouwens van de producten zal ik even in beeld neerzetten. Ik heb 4 kleuren. Ik heb hier allereerst een hele donkerrode. Die draag ik ook op dit moment. Ik zal de namen even in beeld neerzetten. Want die kan ik gewoon niet lezen. Omdat het een zwarte tekst is op een hele donkere kleur. Maar dat is dus allereerst deze rode. Ik zal even het kwastje laten zien. Oh, dat kan ik beter even bij een andere doen. Want deze, dat kwastje laat soms een beetje los van het dopje. Maar dit is in ieder geval de donkerrode kleur die ik op dit moment draag. Het zijn echt wel goede lakjes. Ze blijven goed zitten. Je krijgt wel wat chips, maar die kun je heel makkelijk bijwerken. Dus op zich was ik ook wel tevreden hierover. We hebben hier een hele donkerrode kleur. Of lichtrode kleur, sorry. We hebben hier een lichtrode kleur. En ze hebben dus een... ja... gewoon een basic applicator waar je prima mee kunt werken. En het is wel leuk natuurlijk dat ze een goudkleurig dopje hebben. Het vasthouden is daardoor wel iets minder praktisch, maar het gaat om het idee. Dan hebben we een groene kleur, ook wel heel leuk. En we hebben een gouden kleur, maar dit vind ik meer een topcoat. Want als je deze op je nagels aanbrengt... zie je heel erg je eigen nagels er doorheen. Dus deze is leuker om over een van deze kleuren of een andere kleur te dragen, vind ik zelf. Dat zijn de nagellakjes. Dan hebben we... ik pak gelijk weer even het persbericht erbij, zodat we ook een beetje weten van wat Catrice hiermee wil zeggen natuurlijk. Lipsticks. Het zijn satin lipsticks. Het zijn plumping lipsticks. Die komen in donkerrode en rode kleur. En ze zouden hooggepigmenteerde kleuren hebben. Ze zijn langhoudend en ze hebben een prachtige satijnen finish. En het leuke aan deze is, ik heb de doosjes even opengemaakt. Maar kijk, er zit dus, je kunt ze ook in de kerstboom hangen. Dit zijn ze. Ze hebben ook een kerstmis of een kerstboom doosje. Dit is de kleur C01 Red Kisses voor Santa. Dus je kunt ze dus in de kerstboom hangen, wat natuurlijk super leuk is. Ik heb ook de donkerrode kleur. En die ziet er zo uit. En dit is de C02 Ruby Kisses voor Santa. En dit zijn de verpakkingen. Kijk, ze zijn gewoon goudkleurig. Dus hartstikke leuk. Ze hebben beide ook dezelfde verpakking. Laat ik dat er gelijk bij vertellen. Want dat kan het soms wat lastig maken. Maar op zich prima. Dus dat is deze. Dit is dan de donkerrode kleur. Ik zal ze gelijk ook even swatchen. Ze hebben inderdaad gewoon een hele mooie finish. En dit is de gewone rode kleur. Ook heel mooi. En ze zien er dan ook gewoon echt
zo uit. Dit zijn de swatches, dus hele mooie lipsticks. Ik heb de lichtrode kleur al gedragen. Ik moet zeggen, ze blijven echt wel goed zitten, maar niet de hele dag. Je moet ze wel een beetje bijwerken, want ik heb aan het einde van de dag, dan zijn ze echt wel weg, omdat je ook drinkt en zo. Dan hebben we blushes. Dat zijn er ook twee. Deze zouden een stralende glow met een natuurlijke finish creëren. Ze komen dus in de kleur rood en roze. Ze hebben een romige textuur en zijn gemakkelijk aan te brengen en te blenden. Hoe meer kleur je gebruikt, hoe intenser het resultaat, maar dat lijkt me logisch. Ze hebben ook verzorgende ingrediënten. En ja, ook deze komen dus weer in van die verpakkingen die je in de boom kunt hangen. Ze zien er zo uit. Het is eigenlijk een beetje de vorm van een kerstbal. Dit is de C02 All I Want For Christmas Is Pink. En dan hebben we dus ook deze kleur. Die ziet er zo uit. En dit is de C01 All I Want For Christmas Is Red. Het zijn gewoon best wel compacte sticks. Ook deze zou je prima in een DIY adventskalender kunnen doen. Zo zien ze eruit. Kijk, je kunt ze gewoon iets omhoog draaien en dan komen ze eruit. Ik zal ze ook weer even swatchen. En die zien er dan zo uit. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Er zijn altijd wel van die producten waar je een beetje mee moet spelen, omdat je met het aanbrengen, zeg maar. Het laatste product wat we hebben is een oogschaduwpalette. En deze heeft 12 kleuren die perfect op elkaar afgestemd zijn. En ze variëren van gedurfde nuances tot nudekleuren, gouden en koperen tinten. Je kunt hierdoor gevarieerde looks maken. Spannend of natuurlijk, alles is mogelijk. Alleen de buitenkant is al een eyecatcher, want kijk eens even die mooie glitters die erop zitten. Het oogschaduwpalet heeft de naam C01 Sparkle & Shine gekregen. Aan de binnenkant zit een spiegel en dit zijn de kleuren. Ik zal er even een paar swatchen en dan gaan we eens even kijken. Maar ze zijn inderdaad heel hoog gepigmenteerd, zoals je al kunt zien. Goed, ik ga eventjes een haarbandje en zo in doen. En dan gaan we gewoon eens eventjes kijken wat deze producten doen voor mijn gezicht. Oké, we gaan beginnen met een blushkleur en ik ga voor de rode kleur. Dus die ga ik gewoon aanbrengen en dan ga ik hem een beetje blenden met mijn vingers. Ik zal het spiegeltje van het oogschaduwpalet gebruiken, dat lijkt me wel zo handig. Dus ik ga hem gewoon zo een beetje... Je ziet al gelijk dat hij heel veel pigment heeft, zie je dat? Ik word gelijk heel rood. Oeh, ze zijn best wel pigmentvol, kan ik je vertellen. Nou gaan we dus kijken of we dat mooi kunnen blenden. Normaal ben ik niet iemand die dat met mijn vingers doet, maar dat ga ik dus nu wel eventjes doen. Anders is het net alsof je een klap hebt gekregen. Ik heb wel echt wat te veel gebruikt, zie ik. Zo ziet hij er dan uit, maar ik vind hem nog steeds wel heel rood. Je hebt echt niet zoveel nodig. Ik ben een beetje voortvarend van start gegaan, kunnen we wel zeggen. Deze ook even blenden. Ik heb echt veel te veel gebruikt. Ik heb mijn gezicht nog niet afgepoederd, dus dat ga ik nu ook gewoon even doen. En dan gaan we even kijken of de kleur misschien nog iets, iets rustiger wordt. Want ik vind het toch wel heel erg rood. Ik heb echt veel te veel gebruikt. Dus een tip, mocht je deze producten hebben, gebruik ze niet te veel. Want je ziet het al, je wordt er hartstikke rood van, omdat ze echt goed gepigmenteerd zijn. Ik vind dat hij enigszins wel iets vervaagt na het afpoederen. Dus je ziet het nu niet meer zo heel erg intens voor mijn gevoel. Nee, het is nu wel wat meer natuurlijk, maar ik merk ook wel dat het een beetje meer wegvaagt. Maar ik vind het wel natuurlijker uitzien als daarvoor. Oké, tijd om de ooglook te gaan maken. Ik zal jullie niet verder inzoomen, want dan wordt het niet zo heel erg mooi. Dan wordt het waarschijnlijk onduidelijk. Maar laten we gewoon eens gaan kijken. Ik ga beginnen met
Deze zachte kleur hier in de hoek, want ik wil een beetje een rodige ooglook gaan maken, heb ik besloten. Die ga ik gewoon een beetje aanbrengen. Oh, die is al best wel pigmentvol. Ik kreeg laatst al van een van jullie een tip dat ik misschien beter even moet kijken dat alles gelijk is. En dat probeer ik altijd wel, want het is voor mij een beetje moeilijk. Omdat ik niet zo heel veel zie zonder mijn bril. Dus ik moet het ook allemaal een beetje echt op mijn gevoel doen, zeg maar. Maar ik probeer dat zeer zeker wel. Deze is in ieder geval al heel pigmentvol. Dan gaan we daar met een plat kwastje doorheen. En dan ga ik deze kleur gebruiken. Die rode. Daar ga ik een beetje diepte mee creëren. Althans, dat is de bedoeling. De oranje kleur valt een klein beetje weg. Maar dat komt omdat deze vrij intens is. Vind ik al wel heel mooi. Dan gaan we dat natuurlijk even blenden, want het is altijd het codewoord, hè? Blenden. Zijn jullie al een beetje in de kerststemming of zijn jullie nog helemaal niet mee bezig? Kan ik me ook wel voorstellen. Het is natuurlijk al wel bijna zover. Kerst, het is zo hard gegaan. Ik vind ook altijd, zodra het september is, is het ook zo december. Vind ik zo bizar. Kijk, en dan is die gelijk weer wat gladder, omdat de harde lijnen eruit zijn. En dat vind ik zelf altijd wel heel fijn. Dan ziet het er gelijk gewoon iets zachter uit. Nou wil ik met deze kleur, wil ik aan de buitenste ooghoeken gaan werken. Ja, we hebben weer een kwastje. Dat stempel ik een beetje. Ah, mooi hoor. Goede pigmentatie. Heel erg mooi. Ga ik niet te veel doen, want anders wordt hij weer zo overdreven. Of het echt voor direct een kerstlook is, dat weet ik niet. Want dat kun je natuurlijk zelf helemaal invullen. Ik weet ook nog niet wat ik met kerst ga doen qua make-up, qua dragen. Ik heb natuurlijk best wel veel make-up, dus... ja, ik kan gewoon alle kanten op. Ik denk wel dat ik misschien iets met rood en goud wil doen. Maar daar moet ik nog heel even over nadenken. En ik ben natuurlijk ook wel benieuwd wat jullie plannen zijn voor de kerst. Ik bedoel, gaan jullie gezellig met familie? Of ben je misschien ook alleen? Ik bedoel, ik ben gewoon één dagje alleen en dat is prima. Ik vind het er mooi uitzien, jongens. En dan ga ik op het... bewegende stukje deze kleur gebruiken. Dus een beetje roze, maar hij lijkt ook een beetje shiny. Shimmerig, moet ik zeggen. Dus dat lijkt me wel mooi. Oh, die is heel mooi. Heel erg mooi. Prachtig. Wauw. Hij springt er echt af. Ja, misschien maak je helemaal, ben je misschien helemaal niet zo van de make-up en denk je nou, ik ga het helemaal niet te bont maken met kerst. Hij ziet er mooi uit, jongens. Wauw, ik ben helemaal ondersteboven. En met deze witte kleur ga ik eventjes langs de wenkbrauwrand, de wenkbrauwbot moet ik zeggen, en eventjes de binnenste ooghoek een beetje doen. Pak je altijd een vrij plat kwastje voor. Om het eventjes wat gladder te trekken. Ik zal jullie zometeen ook even wat inzoomen, zodat we kunnen zien hoe het er dan van dichtbij uitziet. En ik geloof dat hij nu redelijk gelijk is. I hope so.
Zo ziet hij er dan uit. Ik zal jullie een beetje inzoomen. Zo ziet hij eruit. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik ga hem even afmaken met oogpotlood, mascara en eyeliner. En dan ben ik bij jullie terug om te kijken hoe het er dan uitziet. En zo ziet hij er dan uit. Ik heb wel gezien dat de eyeliner aan deze kant niet helemaal gelijk zit. Maar ik vind hem echt heel mooi geworden. Dus ja, ik ben echt wel heel blij ermee. Ik vind het echt een hele mooie ooglook. Je kunt inderdaad echt wel verschillende ooglooks maken hiermee. Dus ik ben heel tevreden. Dan gaan we naar de laatste stap. En dat is het aanbrengen van de lipstick. En ik ga voor de donkere kleur. Even kijken of ik nou de goede heb. Ik heb hem. Die gaan we gewoon eens even aanbrengen. Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Deze past ook wel mooi bij de nagels natuurlijk. Wauw. Hij is heel mooi. Hij is echt mooi donker. Het is wel een kleur waar je van moet houden. Ik vind dit persoonlijk heel erg mooi. Dus ja, ik word er wel heel erg blij van hoor. Ik vind het echt wel een hele mooie lipstick, moet ik zeggen. Ja, heel leuk. Ja, mijn eindconclusie van deze collectie. Oogschaduwpaletten, geweldig. Goede pigmentatie. Mooie looks kun je ermee maken. Echt prachtig. De blushes vind ik achteraf ook nog wel heel mooi, dat ik eerst dacht ze zijn best wel heftig, vind ik toch dat ze toch wel mooi zijn. Vooral na het afpoederen is de intensiteit wel iets minder, maar dat vind ik juist wel mooi omdat het eerst leek omdat ik heel rood was en dat is nu een stuk minder. De lipsticks vind ik ook prachtig. Wat ik al zei, het is niet dat je de hele dag gekleurde lippen krijgt. Dus zou je hem willen gebruiken en je moet de deur uit, is het een aanrader om hem mee te nemen zodat je hem kan bijwerken. Maar ze zijn echt wel heel erg mooi. Dus ik vind dat Catrice echt een fantastische collectie heeft neergezet. En ik denk zeker wel dat ik wat van deze producten wil gaan gebruiken bij mijn kerstlook. Ik hoop in ieder geval dat je het heel erg leuk vond om naar deze video te kijken. Ik ben wel benieuwd of jij al wat uit deze collectie hebt gekocht. Of dat je het misschien nog van plan bent. Of dat je denkt, ik laat hem lekker liggen. Dat kan natuurlijk ook. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk? Dus zeker even je duimpje omhoog. Ik wil jullie ook alvast hele fijne kerstdagen toewensen. En ik hoop je in ieder geval bij een volgende video te mogen zien. En ik wil je bedanken voor het kijken. Doei!